Thomas, gefeliciteerd met deze overwinning. Het leek een beetje vanaf de kant, maar dat kan ook alles zo lijken. En dat zie je als trainer ongetwijfeld anders. Dat jullie de eerste helft niet helemaal het scherpe mes op de snede hadden. Klopt dat? Mooi omschreven. Nou, kijk, allereerst compliment aan FC Lisse. We spelen hier op een hartstikke moeilijk te bespelen veld. Wat ook nog eens een keer ontzettend nat was. Dat leek een voordeel in de warming-up. Maar je zag dat een bal die en snelheid krijgt en gaat stuiteren. Dat is toch lastig. En ja, wat Lisse heel goed deed, ze stonden gewoon zeer laag en compact te verdedigen. En dat is dan moeilijk. Dus ja, dan moet je, zoals dat heet, investeren in de wedstrijd. En ik vond dat we dat oké deden. De eerste grote kans was volgens mij voor ons met Nick Broekhuizen. Maar ik denk dat we daarna ook een paar momenten goed wegkomen. In de omschakeling vond ik Lisse veel te gevaarlijk. Dat we dat niet goed deden. Allereerst leden we balverlies op de verkeerde plekken. Balverlies leid je nou eenmaal in het voetbal, maar dat gebeurde niet op de juiste plekken. En ten tweede was de restverdediging in aantallen wel goed, maar in gedrag niet helemaal. Nou, daar hebben we het in de rust over gehad. En ik denk dat in de tweede helft eigenlijk het spelaandeel van Lisse heel minimaal was. En dat we met 0-2, en ja, zullen zij natuurlijk over de eerste helft beginnen, maar dat we met 0-2 de uitslag nog mager hebben gehouden, gegeven de grote kansen die we kregen. Ja, nou, dat is een hele uitgebreide grote analyse, denk ik. Valt het voordeel dan ook gewoon nu in jullie kant uit, dat die kansen die zij krijgen, dat die er niet in gaan? En eigenlijk op het moment dat jullie hem maken, weet je eigenlijk gaandeweg de wedstrijd al dat het dan makkelijker wordt? Tuurlijk. Als zij die goal maken, en ze hebben daar één echt hele goede mogelijkheid voor gehad. En ik denk nog twee mogelijkheden in de eerste helft. Dan wordt het een andere wedstrijd. Dan kunnen zij in dat hele lage, compacte blok blijven staan. Dan moet je oplossingen bedenken. Dan had ik er vertrouwen in gehad dat als de wedstrijd voortduurde, dat we steeds beter in staat zouden zijn geweest om ook daar een oplossing voor te hebben. Omdat het volhouden daarvan vergt voor een tegenstander ook heel veel energie, hè, achter de bal aanlopen. Maar dan had het absoluut een andere wedstrijd geweest. Dus daarvoor verdient Lisse de complimenten. Ja. Stemt het jou misschien als trainer ook wel tevreden dat je ook dit soort wedstrijden die misschien niet perfect zijn, niet al te goed, maar dat je die wel gewoon relatief eenvoudig in die tweede helft nog wint? Nou, we hebben niet zoveel wedstrijden dit jaar gewonnen waarin wij vonden dat we niet zo heel goed speelden. Dus dat is niet bepaald een specialisme van dit Quick Boys. En ik denk dat als je de eerste helft alleen in ogenschouw neemt, dan hebben we een matige wedstrijd gewonnen. Alleen ja, die tweede helft vind ik toch wel goede controle. Geen dreiging voor ons doel geweest. En zelf veel kansen gehad. Dus uiteindelijk maakt dat dan wel weer een aardige wedstrijd van onze kant, denk ik. Maar ja, het klopt wat je zegt. Dit was verre van een perfect game. En dan is het lekker om met 0-2 huiswaarts te keren. Ja, en als dan de voorhoede een keer misschien niet helemaal in vorm is of in al de beste doen, dan heb je altijd nog andere mensen die doelpunten kunnen maken. Ja. Reinders. Ja, nee, dat is waanzinnig. Dus wij zijn heel blij met hem en hij is een hele goede speler voor ons. Alleen dit laat hij niet zo vaak zien. Volgens mij is dit zijn tweede doelpunt van het seizoen. En de eerste was een vrije trap. Dus de eerste een veldgoal. Het is heel mooi. Als middenvelder, als verbindende middenvelder. Ja, mag je ook wel in een seizoen op een bepaalde aantal doelpunten en assists komen. Nou, en als hij dat ook nog aan zijn spel gaat toevoegen, dan wordt het helemaal een goede speler. Hè? Dus mooi, heel blij dat hij voor ons zeg maar de band brak. Daaraan vooraf ging een goed moment van druk zetten, vond ik wel. Dus uiteindelijk is hij degene waar we om de nek vliegen. Maar ook daar was wel het teamaandeel best wel groot te noemen.